Genomineerd voor boekverkoper van het jaar. Hoe doet u dat? Ik ben genomineerd door 10 mensen uit het boekenvak. Dus ik was ook zeer verrast toen ik het op een gegeven moment op een woensdagavond bij een persbericht las dat ik genomineerd was. Ik was niet gebeld of wat dan ook. Dus ja, hoe doe je het? Ik ga er maar vanuit dat het komt omdat ik kennelijk het enigszins goed doe. Zijn er dan op een gegeven moment mystery guest hier binnen geweest? Nou, dat zou kunnen, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb het vermoeden dat eerder altijd gewoon andere boekverkopers zijn of vertegenwoordigers van uitgeverijen en auteurs die mensen nomineren. Ik weet dat het in het verleden in ieder geval zo wel een keer gebeurd is bij een voorgaande boekverkoper van het jaar, een paar jaar terug, dat die door uitgeverijen was genomineerd. Dus ja. Heeft het meer met het aantal boeken wat u verkoopt persoonlijk of met de klantvriendelijkheid die u aan de klanten geeft? Nee, het heeft meer met vakkennis te maken. Klantvriendelijkheid, hoe je noemt. Of je een gastheer bent in je winkel of je klanten kent. Dus of je inhoudelijke kennis hebt en inhoudelijke weet wat het betekent om met mensen om te gaan en boeken aan hun te verkopen en aan te raden natuurlijk. Hoe bent u eigenlijk in het vak terechtgekomen? In 1992 studeerde ik en toen ben ik bij de universiteitsboekhandel in de Vrije Universiteit gaan werken als werkstudent oproepkracht. En eigenlijk ben ik zo blijven hangen in het boekenvak omdat ik het boek en werken in een winkel ontzettend leuk vind. Omgaan met klanten leuk vind en daardoor ook veel zelf kan lezen. Dat is ook niet verkeerd. Waar kunnen we op u stemmen? Dat kan via de website www.elspetconferenties/stemmen en dan nog een slash. Daar kunt u uw gegevens invullen en mijn naam aangeven. En dan ben ik natuurlijk iedereen ontzettend dankbaar als ze dat doen.